Vandaag gaan wij laten zien hoe je een beginnetje maakt met de verzameling. Nou, waarvoor willen we het paard nou verzamelen? We willen dat het gewicht van het paard steeds meer op de achterhand wordt geplaatst. Dat het hij zijn hoofd en hals opricht en zijn achterbenen onder de massa brengt, krijgt hij een betere balans, een goede training voor zijn buikspieren, hij bolt zijn rug een beetje. De gewrichten van zijn achterhand moeten meer buigen en daardoor krijgt hij meer verendere beweging. Nou, hoe ga je dat nou doen? Zoals je kan zien, laten we hem steeds langzamer draven. Dit zweepje leggen we zachtjes aan op zijn kont. We willen dat hij steeds meer een beetje gaat dansen, steeds meer gaat verzamelen. Nou, hij probeert het al heel braaf. Steeds korte stukjes en dan weer de ontspanning pakken. Tussendoor goed belonen, dat hij weer even zijn rust kan krijgen. En dan proberen we het weer een paar pasjes. Je kan zelfs proberen of hij een verzameld galopje wil doen. Het is nog heel moeilijk voor zo'n jonge pony. Maar zoals je kan zien, doen we steeds een kort stukje galop. Hier gaan we ook weer nog een keertje aanspringen. Een paar pasjes galop en weer naar draf. Nog een keer, een paar pasjes galop en weer naar draf.